Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden. Gemeente, dat is Psalm 118, het 10e vers. En we hopen het te zingen na het amen van de prediking. Psalm 118, vers 10. Op deze eerste Lijdenszondag, gemeente, het is alweer zover. Op deze zondag luisteren we vanmorgen naar een enkel woord uit het u voorgelezen schriftgedeelte Johannes 12. Opgetekend uit de mond van de Heere Jezus, die straks de man van smarten is. De versen 27 en 28 van Johannes 12. Deze woorden. Nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam dan een stem uit de hemel zeggende: ik heb hem verheerlijkt. En ik zal hem wederom verheerlijken. Jesaja 12. De versen 27 en 28. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, aangrijpend. Aangrijpend, wat? Dit. Ik vind dat mijn leven langzamerhand voltooid is. Ik heb een mooi leven achter de rug. En voordat nu de ellende van afbraak en aftakeling komt, wil ik er liever zelf een eind aan maken. Ik ben klaar met het leven. Het is een geluid, gemeente, dat de laatste jaren meer en meer klinkt. En ook in de praktijk gebracht wordt. Heel actueel, we hoorden ervan in de afgelopen week de oud-premier Dries van Acht en zijn vrouw Eugenie. Zo klinkt het en zo doen we het. En het is inmiddels ook maatschappelijk aanvaard om het te vinden, om het te zeggen en om het te doen. Wie wil, die mag eruit stappen. Ook zelfs wanneer je leven niet helemaal uitzichtloos meer is. Nee, het is toch mijn leven? Mag ik toch weten, om er op het moment dat ik het wil een punt achter te zetten. U vindt het misschien een vreemd begin van de preek van vanmorgen. We weten waar het me om gaat, is het contrast. Het aangrijpende contrast. Vanmorgen luisteren we naar de stem van iemand die weet dat hij sterven gaat. En die het daarmee ontzettend moeilijk heeft. Hij huivert. Dat is trouwens, gemeente, in de Bijbel niet vreemd. We zongen enkele versen uit Psalm 116. Was het David in die psalm? Ik lag gekneld in banden van de dood. Daar de angst der hel, en dat is hier, daar de angst van het graf mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen. David. En een van de nakomelingen van David, Hiskia, ook hij weet dat hij spoedig sterven gaat, dat hij tot de poorten van het graf zal heen gaan. Wat heeft hij benauwd? Hij piept als een zwaluw. Hij kirt als een duif. Gemeente, wat een verschil met de houding van velen nu. En dan dit. Wie is het? Wie is het in onze tekst? Wiens ziel in beroering en ontzetting is. Die we het horen zeggen: nu is mijn ziel ontroerd. Wat zal ik zeggen? Wie is het? U weet het al. Het was Christus zelf. Hij, God uit God, licht uit licht, maar op de aarde gekomen. In de gestaltenis van een mens. En straks
zal hij kruipen door het stof. En hij zal roepen, mijn vader, indien deze beker aan mij zou voorbij gaan. Gemeente, vanmorgen luisteren we naar de woorden uit Johannes 12. De Heere Jezus denkt aan zijn aanstaande sterven. Vier dingen uit onze tekst en de omgeving van onze tekst. Verzoeking, verwarring, onderwerping en verheerlijking. De Heere Jezus denkt aan zijn aanstaande sterven. Verzoeking, verwarring, onderwerping en verheerlijking. Die daggemeente was heel anders begonnen. De Heere Jezus had met zijn discipelen de nacht doorgebracht in Bethanië bij zijn vrienden. Lazarus, Martha en Maria. Lazarus die zojuist uit de dood was opgewekt. En die ochtend wandelt hij vanuit de Olijfberg door de beek Kidron, het dal Kidron, naar de tempel, Jeruzalem. En dan gebeurt het, dan gebeurt het. Als hij opgaat naar het heiligdom, samen met de scharen ter gelegenheid van het aanstaande feest. Het hangt in de lucht, de hoop van het volk op een nieuwe koning. Een koning uit het geslacht van David. En de scharen die de Heere Jezus ziet aankomen, er ontstaat plotseling een gerucht. Deze Jezus, hij is de koning der Joden. En het gerucht wordt een geruis. En het geruis wordt een geroep. En het geroep wordt een spontane actie. Er vaart enthousiasme door de scharen. We lazen het. Ze namen de takken van de palmbomen en gingen uit hem tegemoet en riepen Hosanna. Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Hij die de koning van Israël is. Ze zetten de Heer Jezus op een ezel en ze voeren hem als een koning de stad in. Maar, ook dat lazen we, zie daar de schriftgeleerden. Ze doen niet mee. En in hun ogen gloeit machteloze woede. Nu hebben ze zoveel gedaan om de invloed van deze Jezus op het volk in te perken. En nu dit. We lazen het vers 19. De fariseeën zeiden onder elkaar, ziet ge wel dat we helemaal niet vorderen. Zie, de hele wereld gaat hem achterna. En zo lijkt het er ook op. Want dan zijn daar, als de Heer Jezus afgestapt is van de ezel, en als het volk zich weer verspreidt, als het enthousiasme inzakt, dan zijn daar enkele Grieken. Ze zijn naar Jeruzalem gekomen om deelgenoot te zijn van het paasfeest. En ze voelen zich blijkbaar aangetrokken tot het Joodse geloof. En daar in Jeruzalem, daar ontmoeten ze in de kring van mensen die spreken over deze Jezus van Nazareth. En ongetwijfeld hadden ze al van hem gehoord. En ze zijn zojuist getuigen geweest van de wonderlijke intocht van de Heere Jezus in Jeruzalem. En nieuwsgierig als de Grieken zijn, wenden ze zich tot de discipelen en ze zeggen, we wilden Jezus wel zien. Het is een vraag waaruit blijkt dat ze hem persoonlijk willen ontmoeten. De Heere Jezus. Gemeente, jongens en meisjes, zal dit verzoek van de Grieken geen indruk op hem gemaakt hebben? Zijn eigen volk, jawel, ze hebben hem willen inhuldigen en het lijkt er even op dat ze hem gaan erkennen, maar de Heer Jezus kent hun hart. En de leidslieden van het volk, die hebben allang besloten om hem te doden. En nu? Nu komen de heidenen op hem af. En het blijkt inderdaad waar te zijn. De hele wereld gaat hem achterna. De Heer Jezus, hij was gekomen tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Tot heden had hij maar een pover resultaat van zijn woorden en zijn werken. Een paar bange discipelen en wat vrouwen en wat vrienden. En veel meer lijkt het niet te zijn. Maar nu komen de heidenen, nu komen de Grieken tot hem. Is het soms de vervulling van de belofte ooit in Psalm 2 onder woorden gebracht, eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einde der aarde tot uw bezitting. Is het nu de tijd dat de volken naar hem gaan vragen? Zal nu de roem voor hem van die kant komen?
En dan gemeente het antwoord van de Heer Jezus, vers 23. Heel wat keren had de Heer Jezus tot zijn discipelen gezegd, nee, mijn uren is nog niet gekomen, maar nu wel. De uren is gekomen dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. Gaat dit tot zijn eer onder de mensen leiden? Maar de Heer Jezus vervolgt zijn woorden en hij wijst erop in welke weg hij zal verheerlijkt worden. Gemeente, dat aangrijpende vers 24 dat direct voorafgaat aan onze tekst. Voorwaar zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, dan blijft het alleen. Maar indien het sterft, zo blijft het. Zo brengt het veel vrucht voort. De Heer Jezus, hij wijst erop, de weg die hij zal gaan, dat zal de weg van het tarwegraan zijn dat in de aarde valt en sterft. Niet de weg van glorie, maar de weg van het kruis is zijn weg. Niet de weg van roem en eer, maar van schande en vloek. Niet de weg naar boven, maar de weg naar beneden. Dat zal zijn weg zijn. Zo was het al. Zijn komst naar deze aarde was vernedering. En heel zijn leven was zelfverloochening en ontluistering. En nu, ja, nu de Grieken naar hem vragen. Nu staat hij op de grens van zijn lijden. Straks zal hij gezaaid worden als een tarwegraan. En zal hij de aarde ingaan. En op dit ogenblik komt er een levensgrote verleiding op hem af. Om mee te gaan met de Grieken. Om deel te krijgen aan hun grootste cultuur. Ligt hier niet de weg van ontkoming aan de weg van smart en dood? Maar als de Heer Jezus was meegegaan met de Grieken, als hij het lijden en het kruis en het sterven ontvlucht was, gemeente, dan had hij geen vrucht gedragen. Dan was, naar het woord van de Heer Jezus, dan was het graan alleen gebleven. Dan zou hij een koning zijn zonder onderdanen. Een bruidegom zonder bruid. Een herder zonder kudde. Een zaligmaker zonder gezaligden. Als de Heer Jezus, gemeente, niet de weg van het tarwegraan was gegaan, dan was er geen evangelie van morgen. Dan was alleen maar de dood en het graf en de duisternis. Dan was er geen ontkoming. Dan was er geen bekering van uw zonden. Maar de Heer Jezus, hij ziet het onder ogen. En hij spreekt uit dat hij bereidwillig is. Indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het alleen. Maar indien het sterft en mijn discipelen, die weg zal ik gaan. Dan zal het vrucht voortbrengen. Als mijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dan zal ik zaad zien. En de Heer Jezus past het rechtstreeks op zichzelf toe, wat we lezen in vers 25. Die zijn leven lief heeft, die zal het verliezen. Maar die zijn leven haat in deze wereld, die zal het bewaren tot in der eeuwigheid. De verzoeking komt op hem af. Maar gemeente, Gods kerk heeft een zaligmaker die de verzoeking weerstaat. Zoals het al begonnen aan het begin van zijn weg. Als hij in de woestijn geleid wordt en als de boze, de Satan op hem afkomt. En hem de glorie voor ogen stelt. Maar de Heer Jezus wijst het af. En nu hij onder ogen moet zien dat hij de weg van het lijden zal gaan. Hij zal die weg gaan. Gewillig. Hij bezwijkt niet voor deze verzoeking. Maar gemeente, zo lezen we onze tekst. Want intussen, vers 27, intussen grijpt het de Heere Jezus wel aan. Het grijpt hem, gemeente, machtig aan. Mijn uren is gekomen. Nu gaat het erop aankomen. De week van het lijden is aangebroken. En aan het einde van dezezelfde week zal hij sterven. Sterven aan het kruis. Die o zo
pijnlijke en smadelijke en smartelijke, die vervloekte weg. O dodelijk uur, wat hitte doet mij branden. Gemeente, jongens en meisjes, de Heer Jezus, hij wist het. Hij zag het onder ogen. Het was hem volkomen bekend welke weg hij gaan zou. De Heer Jezus, hij wist het van eeuwigheid al. Toen hij zich in de stilte van de eeuwigheid bereid heeft verklaard om deze weg te gaan. Toen hij het tot zijn vader heeft gezegd, zie, ik kom om mijn vader om uw wil te doen. Uw wet is in mijn binnenste. Uw wil is voor mij wet. Toen hij zich bereid verklaarde dat grote werk te gaan verrichten. Hij wist het. En toen hij in de volheid van de tijd naar deze aarde is gekomen en elke dag hem dichter bracht bij dat dodelijk uur, hij wist het. En nu het concreet gaat worden, nu er nog maar enkele dagen resteren voordat hij straks weggeleid zal worden, de volle werkelijkheid van wat er gaat gebeuren komt op hem af. Het uur waarin alle machten van duivel en hel, van verderf en dood, op hem zullen neerstorten. Nu hij als een tarwekorrel de aarde in zal gaan. En gemeente, als de Heer Jezus zich dat realiseert, dat gemeente wat ook vanmorgen, ook in de prediking, ons voorstellingsvermogen te boven gaat. Nogmaals. Hij, God uit God, licht uit licht, van eeuwigheid God, van hetzelfde wezen als de Vader en de Heilige Geest. Hier blijkt hij echt mens te zijn. Als we hem horen roepen, als we hem horen kermen, nu is mijn ziel ontroerd. Het lijkt wel, alsof de Heere Jezus het niet meer weet. Hij wordt innerlijk heftig bewogen. Hij is, zo lijkt het wel, in verwarring, verontrust, angstig, benauwd. Nu is mijn ziel ontroerd. Mijn ziel is verbijsterd in grote ontroering en verwarring. En het lijkt wel alsof de Heer Jezus, met eerbied gesproken, zichzelf niet meer meester is. Grote droefheid overvalt hem, ontredderd is zijn ziel. Hij huivert voor de duisternis van dood en straks Godverlatenheid, als aan het kruis zijn vader hem zal verlaten. Hier zien we gemeente de Heere Jezus. En we tasten er maar naar om het enigszins onder woorden te brengen. Hier zien we de Heere Jezus, laten we het vanmorgen zo zeggen, in zijn messiaanse doodsangst. Vanwege de straf en de toorn van de eeuwige God die op hem zal komen. Woorden schieten tekort om dit onder woorden te brengen. Gemeente de Heer Jezus. De Heer Jezus, hij ziet in de duisternis van de dood die komt. En daarmee, ja gemeente, het is evangelie van morgen. Daarmee komt hij zijn kerk heel sproken, terwijl zijn discipelen er getuigen van waren. Opdat ze het zouden weten. Wat zouden weten? Dat hij echt de knecht des Heren is. Dat hij echt gekomen is tot in de diepste diepten van het menselijk bestaan. Opdat Gods kerk, gemeente, opdat jij het weten zou. In uw benauwdheid is hij benauwd geweest. Hij is in alle dingen verzocht geweest. En zo was hij de borg voor zijn kerk. Wat een gepaste zaligmaker heeft Gods kerk. Ze heeft een zaligmaker die weet van het beven, van het vrezen, van de siddering voor de noden en de angsten.
We kennen, gemeente, het boek van Bunyan wel. Niet alleen de christenreis, maar ook de christinnenreis. En in die christinnenreis komen we op een enkele bladzijde een figuur tegen die meneer Vrezende wordt genoemd. Hij vreesde voor de angsten en de duisternis van de dood. Meneer Vrezende. Weet u wat van meneer Vrezende staat? En laat ik dat misschien wel tot uw troost mogen zeggen. Als meneer Vrezende uiteindelijk voor de doodsjordaan staat. En die zal er doorheen moeten. En die beeft hoe het hem zal verlopen. Hoe het gaan zal. Dan zegt Bunyan. Wanneer hij, die heel zijn leven gevreesd heeft. Die opzag tegen de duisternis. Waardoor hij zou moeten gaan. Dan staat het water van de Jordaan nog nooit zo laag voor hem. De Heere weet van de duisternissen en de benauwdheid die een mensenkind kan treffen. Zoals we het gemeente gezongen hebben. Als de angsten van het graf en de duisternis je hart omsluiten. Hij weet ervan. En dan gaan we volgen verder. Wat lezen we? Nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen? Wat zal ik zeggen? Zegt de Heere Jezus. Vader, verlos mij uit deze uren. Wat lees ik nou? Staat dat er echt? Heeft de Heere Jezus dat gebeden? Verlos mij uit deze uren? Een bede dus om uit de benauwdheid verlost te worden? Om ontheven te worden van de taak die hij op zich genomen heeft. Om er toch maar van af te zien. Om de weg van het kruis te gaan. O Heere, nu het dichterbij komt. Toch maar niet. Wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Is de Heere Jezus dan zo benauwd geweest van geest. Dat hij aan zijn vader vraagt. Of hij uit dit uur verlost mag worden. Of de vader het lijden dat hij voor zijn zoon heeft weggelegd terug zal nemen. Hem redden zal uit deze nood. En hem niet verder zal laten gaan op deze weg. Vader, verlos mij uit deze uren. Wel gemeente, als dat de boodschap zou zijn. Dan zou er inderdaad geen evangelie zijn. Als dat het gebed van de Heere Jezus was. Dan zou er geen schuldoffer zijn voor uw zonden. Dan zou de duivel toch nog gewonnen hebben. Dan was er geen verzoening en vergeving. Dan zou de hemel voor altijd leeg gebleven zijn. En het raadsplan van God zou op niets zijn uitgelopen. Dan zou God geen God zijn. En dan zouden u en ik niet zalig kunnen worden. Maar het staat er toch. Vader, verlos mij uit deze uren. Gemeente, laten we het nog eens lezen. En dan lezen met het accent zoals ik het u voorlees. Nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen? Vraagteken. Vader, verlos mij uit deze uren? Vraagteken. Maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Dubbele punt. Vader, verheerlijk uw naam. De Heere Jezus. Hij laat hier gemeente als het ware in zijn hart zien. Als hij zijn hart uitstort voor zijn vader. En hij in herinnering brengt. Zichzelf. Maar ook zijn vader. Wat het doel is waartoe hij gekomen is. Zal ik zeggen, vader, verlos mij uit deze uren. Is dat het wat mijn gebed is? Maar ik ben toch met een missie naar deze aarde gekomen? U hebt mij toch een opdracht gegeven met een doel? Gemeente, de Heer Jezus laat hier een blik in de binnenkamer van zijn zielenworstelingen zien. Het is alsof we de Heer Jezus hier met zichzelf horen spreken. Maar waartoe ben ik dan gekomen? Waartoe?
Wat was het doel waartoe hij gekomen is? Gemeente, er zijn verschillende antwoorden op te geven. De Heer Jezus zegt het op enig moment. De Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Dat is toch een kostbaar evangeliewoord. Hij is gekomen om ze te redden van het verderf. Om ze op te zoeken. Om ze te vinden. Om ze te verlossen. Om ze zalig te maken van het verderf. Degenen die hij van eeuwigheid van zijn vader ontvangen heeft. Daartoe is hij gekomen. En hij is tegelijkertijd gekomen om de werken van de duivel te verbreken. Om zijn rijk te gronden te richten. Om de kop van de slang te vermorzelen. Om die aloude belofte te gaan vervullen, die moederbelofte. Maar boven dat alles uit, hij is gekomen om de naam van zijn vader te verheerlijken. Hierom ben ik in de wereld gekomen, om mijn vader, om uw eer te verheerlijken, om uw naam groot te maken. Dat is het doel, de verheerlijking van Gods naam. De Heer Jezus, als de Zoon van de Vader. En de Vader, als de Vader van de Zoon. Gemeente, ze hadden en ze hebben zo'n tere band. Toen de Heer Jezus in de hemel verkeerde. Toen hij als het ware in de schoot van de Vader lag. En de harteklop van zijn Vader hoorde. Nooit en nimmer is er een band van liefde en harmonie geweest. Zo zuiver, zo heerlijk, zo zalig als tussen de Vader en de Zoon in de gemeenschap met de Heilige Geest. En als de Heer Jezus op aarde is, telkens en telkens weer zoekt hij contact met de Vader. Als aan het einde van een dag de discipelen zich te slapen leggen, dan gaat de Heer Jezus naar een woeste plaats om te verkeren in de gemeenschap van zijn Vader. Altijd en telkens weer zoekt hij de Vader. Gemeente, tot zelfs aan het kruis. Zijn eerste kruiswoord was gericht tot zijn Vader. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En straks zijn laatste kruiswoord gericht tot zijn Vader. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, want hij was geheel in dienst van de Vader. En hier, als de angsten van de duisternis, van de dood en de hel en het graf op hem afkomen, dan roept hij zijn Vader aan en dan brengt hij het zichzelf en zijn Vader in herinnering, waartoe hij naar deze aarde is gekomen. Wat zal ik zeggen? Vader, wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Nee, maar hierom ben ik in deze aarde gekomen en in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Die naam erkent hij. In de dienst van zijn Vader staat hij. Gemeente, zo'n zaligmaker heeft Gods kerk. Hij is geheel in dienst van de Vader. Straks zal hij 3 uren afgesneden zijn uit de gemeenschap van zijn Vader. Als zijn Vader voor hem dan niet meer zal zijn als een toornende en wrekende God. Als een verterend vuur, een eeuwige gloed. Maar de Heer Jezus weet, hij weet dat dit aanstaande is. Maar desondanks, hierom ben ik in de wereld gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Ondertussen, gemeente, ondertussen doet de Heer Jezus wat u en ik moesten doen. Waartoe wij geschapen zijn. Wat de opdracht aan ons mensen is. We zijn geschapen naar het beeld van God. In ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. De mens geschapen om de Heere te dienen, om zijn naam te verheerlijken, om met ziel en lichaam in zijn dienst te staan,
om in alles zijn wil te doen. Om altijd en telkens weer te vragen, Heere, wat wilt u dat we doen zullen? En het dan zonder enige zonde en uit geheel vrije, zuivere wil de Heere te dienen. Dat is mijn roeping. En dat is jullie taak. Vanmorgen, gemeente, hebben we het gehoord. In de 10 geboden die ons ook vanmorgen weer zijn voorgesteld. Geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Je niet buigen voor welk beeld dan ook. Mijn naam verheerlijken. Mijn dag. Vader en moeder eren. Niet liegen. Niet stelen. En niet begeren. Trouwens, God liefhebben met heel je hart, met alles wat in je is, en je naast als jezelf. Het doel, gemeente, van mijn leven. En we hebben ook vanmorgen weer in die spiegel gekeken, of niet? Hoorde u het aan als een aantal woorden die je wel kent en ging het langs je heen? Gemeente, telkens en telkens weer herinnert de Heere ons eraan wat hij van u en mij eist. Maar het komt er niet van. Ofwel, wij zijn van nature geneigd God en onze naasten te haten. En wat de Heere van ons eist, we doen het niet. De Heere vergt het wel. Heeft recht op jou. En heeft recht op uw leven, gemeente. Helemaal. In alle opzichten. De Heere heeft er recht op. Dat we leven tot zijn eer. En hem verheerlijken. In al ons doen. En spreken. En denken. Het komt er niet van. Toch? Het komt er niet van. En zelfs. Zelfs als je van de Heere genade ontvangen hebt. Als de Heere een nieuw beginsel in je leven geschonken heeft. Als hij je heeft getrokken met koorden van liefde. En als het je innige wens en verlangen is. Heere, ik zal u dienen. Neem mijn leven, laat het Heere toegewijd zijn aan uw eer. Dan nog. En dan kom je erachter. En dan moet het je belijdenis zijn. Heere, ik ben vleeselijk. En onder de zonde verkocht. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Als je het erkennen moet, dat je tegen al de geboden van God gezondigd hebt en geen daarvan gehouden. En dat je tot alle boosheid geneigd bent. We zien het zelfs aan de Bijbel heiligen, noem ze maar. Abraham. David, Petrus, die hier getuige van is geweest. En binnen een week zal hij zijn meester verloochenen. Gemeente, en voor zulke mensengeslacht. Voor zulke verloren mensen en kinderen. Is de Heer Jezus de zaligmaker willen zijn. Hij van wie het gold. Wie van u overtuigt mij van zonde? Hij die het op enig moment gezegd heeft, het is mijn spijze te doen, de wil van mijn Vader die in de hemelen is. Hij deed het wel, geheel volmaakt. En zulk een zaligmaker zegt het nu. Wel, zie nou eens op mij. Ik ben de borg en zaligmaker voor degenen die het moeten erkennen. Heere, ik heb gezondigd. O God, wees mij de zondaar genadig. En vanmorgen, gemeente, vanmorgen mag het evangelie klinken. En vanmorgen wordt er als het ware een vinger uitgestoken die op hem wijst. Zie, het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En vanmorgen mogen we het getuigenis horen.
Hierom ben ik in deze uren gekomen. En met dat doel ben ik in de wereld gekomen. Om uw naam te verheerlijken, o mijn Vader. En weet u wat het wonder is? Dat dat nou samenvalt. De verheerlijking van de naam van de Vader. En de zaligheid van zondaren. Daar zorgt hij voor. En God de Vader is tevreden over het werk van zijn Zoon. Dat blijkt wel. En dat lezen we tenslotte. Er kwam dan een stem uit de hemel zeggende, ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem wederom verheerlijken. God de Vader is er getuige van dat zijn Zoon deze belijdenis voor zijn aangezicht aflegt. O mijn Vader, hiertoe ben ik gekomen om uw naam te verheerlijken. En als de Vader gemeente met alle respect gezegd, als de Vader in de hemel zijn Zoon dit getuigenis hoort uitspreken, dan ontroert dat de Vader. En dan laat hij het horen. Dan geeft hij getuigenis uit de hemel, zoals hij dat al eerder had gedaan. De eerste keer toen de Heer Jezus zich liet dopen. Toen hij oprees uit het water. Toen er een stem kwam uit de hemel. Deze is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En Johannes was er getuige van. En die volgende keer, bij de verheerlijking op de berg, toen de Heer Jezus met Mozes en Elia sprak over zijn aanstaande lijden, opnieuw die woorden, deze is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb, hoort hem. En nu opnieuw. Er kwam dan een stem uit de hemel zeggende, ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem wederom verheerlijken. En de scharen die het hoort, ze denken dat er een donderslag geschied is. De scharen dan die daar stond en dit hoorden, zeiden dat er een donderslag geschied was. En anderen zeiden, een engel heeft tot hem gesproken. En gemeente, let nu eens op. Daar gaat de Heer Jezus het uitleggen. Vers 30. Jezus antwoordde en zeide, niet om mijnentwil is deze stem geschied, maar om uwentwil. De Heer Jezus ziet de scharen aan en hij gaat het uitleggen. Hij zegt, jawel, dat woord uit de hemel dat klinkt, die donderslag met het gezag en de majesteit van de Heilige God, die er getuigenis van geeft, dat hij mij verheerlijken zal. Die stem, o jawel, die is tot bemoediging van mij, zegt de Heer Jezus, zeker wel. Want God de Vader, hij is het er helemaal mee eens, dat zijn Zoon deze weg gaat en dit werk zal verrichten. Maar de Heer Jezus zegt, deze stem uit de hemel is er vooral voor u. Wel nu gemeente, mag het vanmorgen toepassen op onszelf. Op ons die dit woord vanmorgen ontvangen. Met het oog op wie is de Heer Jezus deze weg gegaan? En met het oog op wie heeft de Vader bevestigd dat in de weg en in het werk van zijn Zoon zijn welbehagen zal worden volbracht en dat het tot de verheerlijking van zijn naam is? Gemeente, vanmorgen klinkt het in onze oren. En vanmorgen is het voor u en voor mij bestemd. De hoge God zelf verkondigt het ons. Niemand minder dan hij. Speciaal voor u en voor jou. En de Heer Jezus, hij zegt het nog eens extra. Je hoeft er niet aan te twijfelen. Deze stem, ze is niet zozeer voor mij, maar ze is voor u. En hoe klinkt dat vanmorgen? Hoe klinkt dat? Gemeente, moet het vanmorgen een stem zijn tot vermaning? Tot ontmaskering?
moet het zo klinken vanmorgen, omdat je het tot nog toe steeds nog buiten de Heere Jezus kon stellen. Omdat je wel keurig en ijverig altijd in de kerk zit en het woord van de Heere leest. En je niet zonder zou willen, maar nou echt hem nodig gekregen, nou er echt achter gekomen dat er maar één naam is onder de hemel waardoor we moeten zalig worden. En dat er maar één weg is, namelijk het geloof in hem. En dat je maar op één wijze verlost kan worden van het verderf. En dat je maar langs één weg tot de verheerlijking van Gods naam kan komen. En dat er maar één weg is om het doel van je leven te bereiken. Dat er maar één weg is en maar één naam is om zalig te worden. En je hebt het altijd nog buiten je gehouden. En je kon altijd nog verder gerust leven zonder de kennis aan deze enige naam. En vanmorgen zegt de Heer Jezus het. En gemeente zegt het heel nadrukkelijk. Als ik al huiver voor de dood, als mijn leven al ontredderd is, wanneer ik denk aan de toorn en de gramschap van God die op mij zal neerkomen, als dit aan het groene hout geschiet, wat zal het dorre wedervaren? En hij zegt het vanmorgen. Deze stem uit de hemel, het is een stem gericht voor u. Tot vermaning, tot roeping, opdat je tot mij zou vluchten. Opdat je mij nodig zou hebben. Opdat je buiten mij niet meer zou kunnen blijven. Vermaning, gemeente, vermaning uit goddelijke bewogenheid. De Heere die geen lust heeft in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich zou bekeren en leven. Tot vermaning. Geloof dan zijn heil en troostrijk woord. Verhard je niet, maar laat je lijden. Of mag dit woord weerklank vinden in je hart tot vertroosting. En mag je het eens een ogenblik zien. Deze Heere Jezus, die deze weg gaat, die ontredderde man van smarten. Hij de knecht des Heren, die gewillig de weg van zijn vader ging. En die als een tarwegraan in de aarde zal gaan, zal sterven en zo vrucht zal dragen. Hij is mijn Heere Jezus. Hij is die beminnelijk vorst, wiens schoonheid hoog te loven is. Hij brengt tot stand wat mijn roeping is. En wat ik tot in eeuwigheid niet tot stand zal kunnen brengen. En vanmorgen mag ik opnieuw weten. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Hij die gerechtigheid verworven heeft voor onrechtvaardige en schuldige zondaren. Hij die het leven verworven heeft voor mensen die dood zijn door de misdaden en de zonden. Hij die het licht doet schijnen in de duisternis van mijn verloren bestaan. Dan mag het vanmorgen tot vertroosting klinken. Als de Heer Jezus het zegt. Niet om mijnentwil is deze stem geschied. Maar om uwentwil. Welnu gemeente. Daar moet ik het van hebben. En buiten deze naam. Buiten deze Heer Jezus Christus. Is geen zaligheid. Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden om hun God ootmoedig te eren in het smaken van de door hem verworven zaligheden. Amen.